Zeepatroller, we komen aan boord. Nu zeilen we dit superschip hier weg, zodra ik de aanknop gevonden heb. Zorg dat die robo-rover beneden blijft zitten. Die verstekeling doet geen steek meer kwaad. Welke knop is voor een... Alle donders, we zijn onderweg. Weet je al waar de zeepatroller is? Nog niet, Ryder. En nu is Marshall ook weg. Oh nee, ik probeer hem op te roepen. Ryder voor Marshall, waar ben je? Ben je daar? Geen antwoord. Misschien hoort hij zijn pubtag niet. Oh, deze pubtag is perfect voor mijn nieuwste schatkist. Yo ho ho! Robohond, ja! Dit is het plan. Jij verstopt je achter die ton en ik haal Sid weg bij het roer. En dan glip jij naar binnen en neem je het over. Gevlekte pup, wat doe jij nu hier? Waterkanon! Water! Ik krijg mijn kanon niet helemaal goed uit. Oh, dan doe ik het wel. Zeepatroller! Nu moeten we er nog opkomen. Hou vast, we gaan volle kracht vooruit. Arr, nu zet je dat kanon uit! Huh? Ah, schiet me lek! Zit de schaf uit, we pakken ons schip terug. Ryder, wat ben ik blij om jou te zien. Ryder, we hebben een nieuwe onderzeese vulkaan ontdekt. Maar het slechte nieuws is... We zitten vast in de krater en ik ga het uitbarsten. Help! Help! Burgemeester Goodway, we moeten razendsnel het water uit. Er is een onderzeese vulkaan die bijna gaat uitbarsten. Oh, Chicoletta, waar ben je? Ik hou Chicoletta, dat beloof ik. Het is te gevaarlijk. Jullie moeten nu gaan. Oké, dan. Ik vertrouw op je. Kapitein Durwold, François, we komen jullie uit de vulkaan halen. Het lukt, we komen los. Oh. Ryder, we kunnen nu zelf varen. Breng jezelf in veiligheid. Ai, ai. Summa, haal de klauw terug. Oh. Ik ben er, Chicoletta. Marshall, hou je vast. Die bel schiet zo. Omhoog. We moeten snel zijn, voordat de duikbom valt en het water raakt. Klaar, Sky? Deze pup gaat vliegen. Marshall, ik heb een parachute. Pak de haak. In plaats van gevaarlijk snel vallen, zijn we ineens aan het zweven. Wanneer er gevaar dreigt, blaf dan hem op. Psst, hey Everest, wat was dat? Dat was niks, Alex. Dat geluid komt van een uil. Maar dat niet. Wat doen jullie twee uit bed? Woorden en geluid. Volgens mij komt het uit de vijver. Is dat dan het spook van de kikkervijver? We moeten snel gaan kijken. Dat moet haast wel het spook uit opa's verhaal zijn. Alex, spoken bestaan toch helemaal niet? Ah, het is het spook van de kikkervijver. Ik bel snel de Paw Patrol. De Paw Patrol is er! Zij vinden dat spook wel! Ah! Rustig maar, het komt goed. Everest, jij naar het bos. Chase en ik gaan naar de vijver. Begrijpen, Ryder! Is het spook gevonden? Ja, Ruff! Zaklam! Die enge geluiden zijn niet van een spook, maar van hele grote kikkers. Brulkikkers! Maar er wonen hier nooit brulkikkers. Dus waar komen ze vandaan? Huh? Oh, burgemeester Handinger? Wat
Wat doet u met die brulkikkers, burgemeester? Nou, ik was weer aan het wandelen en, oh, vooruit. Hun gebrul houdt me uit mijn slaap 's nachts. Daarom heb ik ze verplaatst. En daarom herkende ik dat geluid niet. Ze wonen eigenlijk in Boerengat. En nu brengen wij de brulkikkers weer terug. Ik breng ze wel naar Boerengat toe. We kunnen samen rijden, burgemeester. Oh, dit wordt een lange, lawaaierige rit. Zeepatrol, klaar voor actie, kapitein Ryder, meneer. De gezonken sloep is gekaapt door Sid de Piraat. Wij gaan die sloep inhalen en terugbrengen naar zijn plek. Arr, waarom varen we zo langzaam? Wat is er aan de hand? Ryder, wij achtervolgen de sloep. Maar nu wordt de situatie wel erg vreemd. Ik geloof dat de sloep zichzelf terugsleept. Het lijkt wel alsof er een gigantische zeeslak in het oude gezonken schip zit. Ze gebruikt de sloep zoals een slak een huisje heeft. De sloep is haar huisje. Sid, dit is Ryder. Je moet die sloep teruggeven. Arr, deze piraat geeft nooit iets terug. Ik heb hem gevonden. Hij is van mij. Oké, Rocky. We moeten de kabel doorsnijden. Maak de snijbrander klaar. Ik zal op je teken wachten. Chase, de zeeslak moet stil blijven zitten als ze de kabel doorsnijden. Als het goed is, ligt er nog wat eendvissnoep in je boot. Oh ja, ik heb het! Oké, Rocky. Nu! De slak is gestopt. Nu! Chase, laat je haak zakken. Rocky, maak de haak vast aan de sloep. Haak bevestigd. Sleep hem maar terug, Chase. Wij laten wel zien waar de sloep lag. Wat zal ons slakje blij zijn? Precies hier. Ryder, nogmaals bedankt voor het redden van de duikplek en het huisje van de slak. Graag gedaan, slakje. En wanneer je ons nodig hebt, dan... Jelmel. Hartelijk welkom in Blaffenburg, meneer Stars. Ik ben vereerd om hier te zijn. Vriend, ik zou het zo fijn vinden als je een kopje thee met me wilt drinken voor het concert. Tof! Ik vraag me af waar Luke toch blijft. Prinses, ik heb in zijn kamer gekeken en het hele kasteel doorzocht. Hij is nergens te vinden. Luke Stars is vermist. Ik bel snel de Paw Patrol. Paw Patrol, wat ben ik blij om jullie te zien. Dag, prinses. We zijn zo snel mogelijk gekomen. Rocky, jij en ik gaan binnen het kasteel zoeken. Sky, jij zoekt buiten. Zet hem op. Oké, Ryder. Doe me. Wat als hij nooit gevonden wordt? Dan is het podium voor mij alleen. Hij zit niet achter deze muur. Blijf doorzoeken. Sky, heb je al wat? Daar zie ik iets. De hoed van Luke. Hij zit vast onder een raam in de toren. Goed gedaan, Sky. De binnenmuur van de oostelijke toren zit ongeveer hier. Rocky, probeer de muur te scannen. Wow, een verborgen lift. En Luke, hij zit daarboven in een kamer. Goed gedaan, Rocky. Rubble, Sky, kom naar de buitenplaats. Ik kom er zo aan, Ryder. Ruff, bouwgrijper. Mijn gelukshoed. Bedankt, Paw Patrol. Jullie hebben me gered. Hey jongens, ik wilde bellen, maar Sweetie heeft mijn mobiel gepakt toen ze me opsloot. Maar jij bent in orde, dus we brengen je naar het concert. Dames en heren, Luke Stars! Hallo, Blaffenburg. Sorry dat ik te laat ben, prinses. Zeepatrol, klaar voor actie, kapitein Ryder, meneer. Mooi, want de Zeepatrol heeft vandaag een wat andere missie. We nemen de Zeepatroller naar de boerderij van Boer El. Huh? Vreemd genoeg is de boerderij van Boer El overstroomd vannacht. Zuma, jij moet met je duikboot onder water en uitzoeken waar dat vandaan komt. Klaar, voor de start wordt nat. Straks zie ik nog vissen met veren. Robohond, activeer de marinemodus.
Zuma, zoek uit waar dat water vandaan komt. Doe ik, kapitein Ryder. Wow, dit is een vreemde boerderij. Hé, Ryder, ik heb een tuinslang gevonden die nog aanstaat. Oké, Zuma, volg die slang naar de kraan en draai hem uit. Had ik nou toch maar die steen van die afvoer afgehaald. Dus daarom blijft het water staan. Het kan niet weg. Dat kunnen we oplossen. Rubble, ga met je voertuig naar beneden en verplaats de steen. Tijd om de stop uit het veld te trekken. Oh, die steen is wel erg groot. Maar niet te groot voor mij. Geluk, Ryder. Kom dan snel weer naar boven, Rubble. Wegstromend water kan je hard meetrekken. Oké, achteruit. Heel erg bedankt hiervoor, Sea Patrol. Ik zie weer land. Wanneer je boerderij onder water ligt, blaf dan om hulp. Hey, boer El. Moest die kraan trouwens nog... uit? Oeps. Sorry. Iedereen vergeet wel eens wat. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Chase? Ben jij dat? Ja. Chicoletta en ik gingen slapen. En toen ik wakker werd, waren onze lichamen met elkaar verwisseld. Wauw, dat is best vreemd. Goed jullie te zien, pups. En kipje. Die sterke wind heeft de platvis de lucht ingeblazen tot aan de berg van Jake. Rocky, jij moet een trailer bouwen, dan brengen we de boot weer terug naar de baai. En Chase, jij moet met je haak de platvis op de trailer trekken. Paw Patrol is niets te dol. Waar zijn Chase en Chicoletta? Teamwork kost tijd, maar het komt wel. Dat denk ik ook, Chica. Ik bedoel Chase. Oké, Rocky, begin maar met de trailer. De trailer is klaar. Oké, Marshall, we hangen hem aan jouw wagen en trekken de boot zo naar de baai. Als die trailer zo botst, dan wordt de platvis een wrak. Pups! De trailer is losgeraakt en de platvis komt nu recht op jullie af. Snel, we moeten hem tegenhouden. Goed, we rijden voor de boot. Als ik nu zeg, moet je afremmen. Bap, bap. Nu. Bap. Ga zo door. Ga door. En... bap, bap. Oké. Ja. Is alles weer goed nu, kapitein? U nu ook al? Wally en ik wilden je zeggen dat het prettig is dat de platvis weer op zijn plek ligt. Bedankt, Paw Patrol. Huh? Oh, ik heb weer pootjes. Dat was een gekke droom. Sea Patrol, klaar voor actie, kapitein Ryder. Meneer? François en kapitein Turbel zitten diep in de problemen, diep onder water. Walvissen zijn meestal relaxed. Dit heb ik er nog nooit eentje zien doen. Ik ook niet, Zuma. Ik vraag me af waar hij last van heeft. Maar eerst moeten we de turbos helpen. Dus voor deze missie wil ik... Zuma, vaar naar de walvis om hem af te leiden van de duikerklok. En Rubble, gebruik je takel om de duikerklok recht te zetten. Hoera, daar is hulp! En de walvis is er ook. Zuma, probeer de walvis af te leiden. Hey walvis, speel je tikkertje? Pak me dan als je kan. Oké, Rubble, nu ben jij aan zet. Oh, bedankt, Rubble. We zijn er weer bij. En nu omhoog. Hey, waar is de walvis nou? Daar ben je. Wat ben je aan het doen? Ryder, er is iets mis met walvis. Hij krabt steeds aan zijn mond. Kijk of je dichterbij kunt komen. Ryder, nu zie ik het. Er zit iets vast tussen zijn tanden. Rocky, laten wij die grote tanden gaan poetsen. Oh, die arme gast heeft vast mega veel kiespijn. Deze walvis moet leren poetsen en flossen. Ik weet wat, Ryder. Het touw van je boei. Goed idee. Mondje open, maat. Het is gelukt. Goed werk, pups. En wanneer je mondproblemen hebt, blaf dan omhoog. Klopt als een kies. Ah, 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 ah.
is weg. Iedereen, verspreid je en ga op zoek. Ryder, Carlos, kijk eens hier. Ik zie voetafdrukken. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Wow, dat zijn hele grote pootjes. Het reliquie is weg en er is hier een vreemd grootvoetig dier geweest. Grootvoet heeft het meegenomen. We weten niet wat voor dier het was. Maar we weten wel dat het reliquie in een museum hoort. En daar gaan wij voor zorgen. Ryder, volgens mij zag ik iets gouds en glimmends tussen de bomen bewegen. Dat geluid, dat is Mandy. Ze is vast in gevaar. Oh nee, Grootvoet heeft haar. Mandy, ik help je! Het reliquie! Het valt bijna in de rivier! Sky, kun je het oppakken? Grijper! Hey jongens, kijk eens naar de afbeelding op het reliquie. Die is hetzelfde als het mysterieuze voetspoor. Maar dan is er hier dus helemaal nooit een grootvoet geweest. Alleen het reliquie? En de aapjes natuurlijk. Bedankt dat je de pilaar terug hebt gebracht, Ryder. Geen probleem. Wanneer je ons nodig hebt, dan oeka oeka, je om hulp. Familie. Oh, kijk die kleine gasten nou lekker slapen daarboven. Ga maar weer slapen, vleermuisje. Je hoeft nog niet op te staan. Ah, dit is geen goud. Dit is gewoon een kroonkurkje. Er kunnen mensen beneden zijn. Oh, ik moet ze snel waarschuwen. Steenlawine! Steenlawine! Wat is dat geluid? Wow, we moeten er vandoor, Everest. Kom, vleermuizen, snel naar buiten. Is het gestopt? Oh, is alles in orde hier? Ja hoor, ome Otis. Hey, bedankt voor de waarschuwing, hè? Oh nee, de vleermuisfamilie zit nog in de grot. Hou vol, kleine vleergasten. We bellen de Paw Patrol. Wow, dat is dubbel zo groot als ik had gedacht. Geen zorgen, vleermuisje. We gaan je familie bevrijden. Everest, doe wat je moet doen. Grijper! En nu gaat dit rotsblok rollen. Paw Patrol, jullie hebben de vleermuisfamilie gered. Als vleermuizen lekker willen hangen, blaf dan om hulp. Dit ding is zo gaaf. Vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Uh-oh. Ah! Mijn raketmotor. Oh, nee. Huh? Ik wil maar even snel de Paw Patrol. Hey, het komt allemaal goed, hoor, jongens. Denk ik. Hou je goed vast. Durf van Danny, ik schiet de hulp. Pas op, Danny. Geen zorgen, ik ben Durf van Danny X. Oepsie, sorry, dat was niet de bedoeling. Of dat. Chase, red de wagen met je net. Ruff, net. Goed gedaan, Chase. Nu achter Alex aan. Ik roep extra hulp. Zuma, kom met je hovercraft naar de voet van de heuvel. Snel! Ga ik doen, rijden gast. Oh, de baai! Recht vooruit! Geen
hulp, Ryder. Graag gedaan, Alex. Wanneer je ons nodig hebt, blaf dan om hulp. Welkom bij de avonturen bij vogelspotwedstrijd. Ik ga zo stilletjes stijgen naar enorme hoogte. En dan pak ik mijn camera. Sta klaar en spot! Een blauwbaardschakelaar. Oh, een nest. Een foto van de jonge fladderaar zou fantastisch zijn. Aha, ik heb een veel beter idee waarmee ik de wedstrijd kan winnen. Oh, ik moet de Paw Patrol bellen. Ik bungel hierboven, Paw Patrol. Wij helpen je zodat je verder kunt met je vogelspotwedstrijd. Ladder! Oké, kapitein Turbot, klim omlaag. Mijn tenen kunnen niet bij de trap. Ik help je. Alles goed. Ook met de mamavogel. Het nest! Dat regelen wij wel, kapitein. Kom naar beneden. Rocky, we moeten iets vinden waarmee we een vogelnest kunnen maken. Weggooien? Tuurlijk niet! Het komt goed, kleine vogeltjes. Ik heb een fijn nieuw nestje voor jullie. Goed gedaan, Rocky. Nu moet het nest alleen nog naar een veilige plek. Daar misschien. Hou je vast, Rocky! Alsjeblieft, vogeltjes. Dit is jullie nieuwe huis. Volgens mij was dat blauwbuikscharrelaars voor dankjewel. Hoi, Everest. Hoe gaat het? Ryder, mevrouw Marjorie en Maynard zitten vast in de boekenbus. En hij rolt onbestuurd over de berglandschapsweg. We komen eraan. Geen boekenbus is te snel, geen pup is te klein. Chase, rijd voor de boekenbus uit en ga waarschuwen. Dat was knap. Hey Ryder, wat ben ik blij je te zien. Rijd daarheen en lanceer je grijphaak. Grijphaak! Sky, nu, jouw beurt. Volgens mij hoor ik een fluitketel. Wat gebeurt er? We rijden. Mevrouw Marjorie, maakt u vast aan het harnas. Maynard! Wij redden Maynard en de boeken. Dank je, Ryder. Oh nee, ik haal wat meer hulp. Rocky, Rubble, kom snel naar de berglandschap weg. Ryder, er komt een snelle trein aan. Sky, gebruik je haak om de bus af te remmen. Yes! Automatische piloot. Hey daar, Maynard. Doe maar snel je gordel om. De rem werkt niet goed. Ik probeer wel de handrem. Huh? Dat is niet goed. Rocky, Rubble, bouw daar een schans. Hé, hey, ik denk dat die stalen balken wel handig zijn. Schiet op, de trein is er al bijna. Het is gelukt. Kijk, een monster. Oh. Wat in de wilde wonderlijke wereld is dat? Het is geen diersoort die ik eerder heb gezien. Tijd om te gaan, Durval Danny. Het is Durval Danny X. En als ik een echt monster zie, is dat zo extreem! Extreem gevaarlijk! We gaan er vandoor! Maar hoe gaat die lift zo langzaam? Dat was ik wel op! Veel te snel en toen ging die stuk. Gelukkig zijn we hierboven ver van het monster vandaan. Wat voor monster? Het was groot en groen en ging toen het bos in daar. Ik ben de Paw Patrol. Ladder! Hoi Alex, jij eerst. Yippie!
Pas op, Alex. Niet... Alles goed. Bedankt, Ryder. Ik hoop dat ik het monster snel vind. Everest, zie je al iets in de bossen? Ryder, ik zie het monster. Het is burgemeester Goodway bedekt met groene modder. Maar ze kan niks zien en snowboard achteruit de heuvel af. Houd vol, burgemeester. Ik help u te stoppen. Oeh, joh. Oh, ja, niet wel. Dankzij jou, Everest. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Voel je een beetje monsterlijk? Dan... je om help. Welkom in avonturen bij Oscar. Goed, ik ga weer verder. Dag allemaal. Ik heb een dorstige struisvogel om voor te zorgen. Daar ben je, Oscar. Waterkanon. Was een stuk rustiger toen hij op de auto zat en bij Chicoletta wilde komen. Of misschien wilde hij bij zijn knuffel komen. Ah, oh, denk je dat hij gewoon zijn vriendje miste? Daar komen we zo achter. Oh. Hoi, Oscar. Volg mij maar. We zijn er bijna. Ben je in orde, Marshall? Ja, niks aan de hand. Maar dat was zo'n wilde rit, dat ik misschien wat vlekken ben verloren. Oh, kijk! De ponies verwelkomen Oscar in de familie. Oh. 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 Onze baby is eindelijk thuis. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je ons nodig hebt, dan... Oh. Je omhulp. We hebben een groot noodgeval, team. Opa's siroop is op. Dus we moeten naar de siroopboom toe om meer te halen. Mini Patrol is niets te doen. De siroopboom. Gevonden. En dan draai ik aan dit dingetje en... Wow, we hebben siroop. Gaat wel super langzaam. Misschien kan hij wat sneller. Oeps. Alex! Hey opa, ik haal nieuwe siroop voor je. Heel veel. Oh nee, ik krijg dat ding er niet meer op. Oh, die siroop is zo plakkerig. Oh. Wacht maar. Opgelost. De stroom is gestopt. Nou ja, een beetje. Maak je geen zorgen. De mini-patrol staat voor je klaar. Misschien hebben we iets meer hulp nodig. Kun je bij mijn telefoon komen? Jee, de Paw Patrol is aangekomen. Waterkanon. Dat is koud, zeg. Maar een stuk minder plakkerig. Dank je, Marshall. Kom mee, opa. Wacht, Alex. Sorry. Dat geeft niet. We hebben die kraan zo gemaakt. Ja, toch, Rocky? Zeker weten, Ryder. Grijper. Oké, Alex, haal je vinger weg op drie. 1, 2, 3. Het is gemaakt. De pannenkoeken zijn heerlijk. Ik kan alleen geen hap meer op. Weet je, als de Paw Patrol er niet was geweest, zouden Alex en ik nog steeds in het bos zitten. Ja, dank je, Ryder. Als je nog een keertje in de knoei zit, blaf dan om hulp. De zon, hij begint te zakken. De enorme grotspin komt zo naar buiten. Wat moeten we doen? De Paw Patrol, we zijn gered. Oké, kapitein Turbot. Omdat u ondersteboven hangt, helpen we u eerst. Grijper! En snel, voordat de enorme grotspin komt met zijn akelig, enge, spinnengezicht.
Pak mijn hoverboard vast, kaptein! Ah! Super redding, Rubble! Oké, pups, en dan nu François. Ik trek gewoon eerst uw been los. Rocky heeft hulp nodig. Rocky, vlieg naar de onderkant van het web en trek het hard omlaag. Doe ik. Wauw! En nu weet ik hoe een vogel zich voelt. Nu moet je nog naar een veilige plek. Joehoe! Eén turbot hier! En de enorme godspin komt er bijna aan! Dat is beslist een substantiële schaduw! Oh! Ik moet dit kunnen! Wat vast, kaptein! Hemmes! Oh, kijk! Het is de... Godspin? Ha, niet te geloven dat we bang waren voor dat schattige spinnetje. Oh, kijk de kleine spinnie-binnie nou. Om de 100ste verjaardag van de klok te vieren, zal Chicoletta ook een nieuw kunstje laten zien. Ah. Oh, ze zwaait om iedereen een vrolijke klokdag te wensen. Toch, goed, Chicoletta. Alles dat glimt is val. Wat is dat nou? Ik wil graag die vogel en haar glanzende hoed. Wat doe jij met de Chicoletta? Toe, geef me dat hoedje. Ik bel Ryder. Wat is er, burgemeester Goodway? Chica! Reuza! Wow, u moet gaan schuilen, burgemeester Goodway. Maar geen zorgen. Geen kip is te groot, geen pup is te klein. Oh nee, daar zal je die pups weer hebben. Rubble, maak ruimte voor Chicoletta. Komt goed. Oh nee. Laat mij maar. Goed gedaan, Rubble. Chase, ga die mensen waarschuwen. Attentie, ga van de weg af. Er komt een megakip aan. Oké, Ella. Het is tijd om haar uit de stad te halen. Ik ga groeien. Hey daar, Chicoletta. Volg mij maar. Dankjewel, megapups. Klokdag is gered. En jij ook bedankt, Chicoletta, dat je weer naar knuffelgrootte bent gekrompen. Oh. Graag gedaan, burgemeester Goodway. Wanneer je ons nodig hebt, luid dan de klok. Zeilo, woestijn, zee, zeelopers gaan mee. We zoeken naar een schatkist, die vind ik met een list. De schatzoeker voor daar, waarheen de zee wind en vaart. Goed je te zien. De kinderen zijn nergens te vinden. Wij vinden ze wel. Deze windzak wijst welke kant de wind op waait. En als we de richting van de wind weten, kan Zuma met zijn zeilervaring de kinderen terugvinden. Tijd om de zeilen te hijsen. Wow! Ja! Yeah! Oh, we zijn gestrand. Oh nee, het zeil! We moeten hem vastpakken en snel. Hou jij je maar vast aan mij, Chicoletta. Hoe komen we hier weg? Geen idee. Ryder, daar ligt het scheepswrak. En de bemanning. Wow, hoe zijn ze daar gekomen? En hoe krijgen we ze weer omlaag? Oké. Julia, jij eerst. Ik ook, Chicoletta. Ik krijg ook kippenvel, maar het komt goed. Ryder, het waait steeds harder, waardoor de rots begint te wiebelen. Ik zie het, Sky. Ga maar een stukje achteruit. Ruff, kabelbaan. Maatjes, klaar voor een zeebonkende rit?
Chickaletto wil wel. En ik ook. Ryder, bedankt dat je iedereen veilig terug hebt gebracht. Als je landpiraten verzeild raken in een zanderige zee, dan arrr, je om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Overal in Avonturenbaai verdwijnen er telefoons. Oh, nee, Kelly! Ja. En nu kan niemand ons opbellen. Oh, nee. Een ultieme politieactie. Chase, jij moet als politiepup het team begeleiden. We hebben alle pups nodig om dit op te lossen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Geen zorgen, Katie. Marshall, gebruik de ladder om Kelly te redden. Komt goed, chef. Ladder! Oh, dat kietelt. Meneer Porter, kunt u vertellen wat er aan de hand is? Ik speelde Maiskorrel Crush en toen hoorde ik mijn prullenbak omvallen. Dus ik ging kijken en liet mijn telefoon hier liggen. Misschien ligt er een aanwijzing bij die prullenbakken. Rocky, pak je scanner en kijk of je iets ziet. Scanner! Chase, ik zie voetsporen. Ze zijn heel klein. Heeft een spook voeten? Dit spoor ruikt naar... meloen! We volgen die geur! Oh, wow. Het is een wasbeer! Een dansende wasbeer! Nu snap ik het. Wasberen zoeken 's nachts naar eten en daarom pakte hij natuurlijk die meloenen. Ik heb een ideetje. Wat is je plan? Dat klopt, kleine wasbeer. Lekker dansen op Maiskorrel Crush. Oh, dank je. Jullie zijn de beste. Bedankt, Pups. Bedankt, Ryder. Graag gedaan. Ryder, ik ben blij dat je er bent. De geitjes zijn nergens te bekennen. Wij vinden ze en dat hek gaan we ook repareren. Toch, Rocky? Ja. Woe, woe. Schroevendraaier. Het hok is klaar voor de geitje. Kom mee. Hallo, burgemeester. Wat is er? De babygeitjes van Yumi knabbelen aan mijn strandhanddoek. We komen eraan. Geiten zijn op het strand en we moeten ze verzamelen. Doe ik. Kom dan, geitje. Ik heb ze op het vlot. Mooi. Maar waar gaat het vlot heen? Huh? De zee is naar het vlot gekomen. Maar dat komt nu niet zo goed uit. Burgemeester Goodway zei dat mijn geitjes hier zijn. Waar zijn ze? Ze zijn even gaan zeilen. Zuma, we hebben je hulp nodig. Ik duik erin. Ik kom eraan, geitenmaatjes. Oh, nee. Ryder, ze hebben het vlot kapot gebeten. Ze drijven uit elkaar. Wat moet ik doen? We moeten ervoor zorgen dat ze weer bij elkaar komen. Oh, reddende geit. Zoals mijn yogales. Red me, geitjes, red. Lekker bezig, geitjes. Ga zo door. Ik doe jullie naar het strand. Mijn liefjes. Bedankt, Paw Patrol. Geen probleem. Als je yogageiten weer gaan rennen, blaf dan om hulp. De enige plek waar deze geitjes naartoe rennen is naar bed. Mega Pups, klaar voor een mega actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zo snel zijn, Pups. We hebben een nieuwe slechterik in de stad. We weten niet wie het is, maar we weten wel dat hij superkrachten heeft. Wow, wie het ook is, hij is supersnel. En supersterk. Daarom wil ik voor deze missie... Mega Rubble. Jij moet met je mega spierkracht de rails recht trekken. En Mega Rocky. Jij moet met je krachtgereedschap het spoor weer snel repareren. Oké, Mega Pups is niets te doen. Wat heeft die superbandiet met de rails gedaan? Niets wat ik niet kan terugdraaien. Daily is aanwezig en houdt je bezig met live verslag vanaf het avonturenbaai treinspoor. Oh.
Die trein is dichterbij dan ik dacht. Rocky, zet het spoor in elkaar zo snel als je maar kan. Rubble, wij waarschuwen de machinist. Doen we! Stop de trein! Het spoor is kapot! Oh nee, ik hoop dat ik het kan stoppen. Megapups. U zag het bij Haley Daly. De Megapups hebben de trein gered. Pizza Bol, maak me dol. Pizza deeg is nog leeg. Nog wat saus. En een hoop kaas, zegt de baas. Nu kan die in de oven. Heet de pizza opgebast. Oh. Dat ruikt pizza rukkelijk. Ik zou er zo een stukje van willen pakken. We mogen er nog niet van eten. We bouwen de hoogste pizzatoren ter wereld. En dan komt onze foto in het recordboek. Kijk! Pizzatoren? Ik ga die prijs winnen. Toch, katjes? Ik vind het zo spannend. De jury kan ieder moment hier zijn en er zal zo versteld zijn van onze pizzatoren. Zei iemand daar pizza? Als in 's werelds grootste en meest magnifieke pizzatoren? Ik dacht dat wij het record zouden breken en de prijs zouden winnen. Als de jury ziet dat onze toren hoger is, is het record voor avonturen bij. Daar zou ik maar niet van uitgaan, want Boerengat zit erin voor het gewin. Iedereen aan de kant voor de avonturen bij Toren van Pizza. Hey, hallo! Oh, ik zit vast! Maar nu rij ik weer! Woe! Haha! Ryder! Je moet hem redden! Dit is niet leuk! Alsjeblieft! Sky, jij moet hem in veiligheid brengen met je harnas. Kijk, dat noem ik nog eens een recordbrekende redding. En klaar. En dit is 's werelds hoogste pizzatoren. Yes! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn. Olivia de struisvogel is in nood. Alles komt goed met haar, want wij gaan haar helpen. Rubble, jij moet met je kraan de rots verplaatsen en Olivia bevrijden. Sky, jij kunt Olivia met je harnas uit de kloof tillen. Paw Patrol is niets te doen. Ryder, geen minuut te vroeg. Het komt wel goed, Oscar. Wij redden Olivia. Kraan! Hebbes, til maar op. Oké, Sky, pak je harnas. Volgens mij vindt Olivia dit niet zo leuk. Ik zet haar maar snel weer neer. Dan moeten we een andere manier bedenken om haar terug te brengen. Arme Olivia, haar voet doet pijn. Ze kan duidelijk niet teruglopen. Maar ik weet wat. Robohond, meld je. Je moet de Paw Patroller brengen, zodat we Olivia terug kunnen rijden. Daar is de Paw Patroller, Olivia. Robohond kan je terugbrengen. We brengen Olivia naar binnen. Weg, weg! Wow! Ryder! Robohond, gebruik je jet om ze in te halen en haal ze terug. Stop! Stop! Wow! Bedankt, Robohond. Zo fijn dat jullie onze struisvogelfamilie hebben gered. Geen probleem. Als je vogel er vandoor gaat, blaf dan hem hulp. Ryder, kijk. Look, grote voetafdrukken. Dat lijkt een olifantspoor. Ik hoor ze. Ze gaan die kant op.
olifant. Oh, dat is Snort. Maar hoe kan zo'n klein olifantje zoveel lawaai maken? Ik weet denk ik waarom. Er zit iets vast aan zijn achterpoot. Nee, Mandy, ga weg daar. Kom terug, Snort. We willen alleen maar helpen. Oh, nee. Ryder, Snort rent recht op de rivier af. Kun jij op het vlot springen en het stilhouden met je kabels? But of course, natuurlijk! Eén harnas, komt eraan! Ik heb je, Mandy! Dan kan Snort nu terug naar de wal. Goed werk, Tracker. Het is goed, Snort. Je bent hier veilig. Nu alleen nog die oude band van je voet. Rustig. Nu. Kijk, ik ben een viking. Oh, oh, oh. Ik zie niks. Oh, nee. Wat een bende. Dat moeten we opruimen, Mini Patrol. Hey, waar is Schildpad? Oh, daar is hij. Schildpad, stop. Kom mee, team. Schildpad loopt erg snel. We willen niet dat hij verdwaalt. Mini Patrol is niets te doen. Ik weet vrij zeker dat Schildpad in de richting liep van... daar! Huh? Dit is Schildpad niet, maar die schouw uit het museum. Ik wist niet dat hij kon lopen. Oh, het is een klein meisje. Maar dan is de Schildpad dus nog steeds in het museum. Maar waar is het museum? Alex! Oh, dan bel ik maar de Paw Patrol. Kun jij iets vinden, Chase? Niet echt, Ryder. Zet je lamp eens aan. Misschien ziet Alex ons wel. Ruff, zaklamp! Alex! Alex! Hey, iemand is ons aan het zoeken. Dat moet de Paw Patrol zijn. We zitten hier! Chase, schijn je lamp eens daarheen. Ze kunnen ons niet zien. Maar dit zien ze vast wel. We zitten hier. Dat is... Alex, ze zitten daar. Die kant op. Sorry dat ik wegging zonder iets te zeggen. Ik beloof dat ik echt nooit meer 's nachts alleen weg zou gaan. Eerlijk. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. El, Yumi en Bettina waren op weg naar huis. Maar kwamen vast te zitten op de ophaalbrug. En nu is de brug kapot. Jake, jij moet er met je haak voor zorgen dat de auto niet in het water valt. Marshall, jij moet met je ladder de haak vastmaken aan de auto. En Rocky, jij moet de brug weer repareren. Paw Patrol is niet te dol. Dat was snel, Rocky. Dat tandwiel lijkt precies groot genoeg. Maar dit wiel heeft niet evenveel tanden. Dat zit. Chase, zet de kabel strakker. Goeie maat en evenveel tanden. Moersleutels. Wow. Hoe lang heb je nog nodig, Rocky? Nog een paar minuutjes. Ik vraag om versterking. Sky, jij moet Bettina optakelen. Deze pup gaat vliegen. Chase, met jouw net kunnen we Bettina opvangen. Maar ze landt aan de andere kant van de brug. Rocky, jij bestuurt de haak. Chase, jou neem ik mee op mijn quad. Pas op, Ryder. Er zit nog steeds een groot gat in de brug. Ruff, net! Geen lawaai meer. Rocky, help er El door de haak op te rollen terwijl je langzaam achteruit rijdt. Kom goed, Ryder. Woehoe!
bedankt dat jullie ons gered hebben, Paw Patrol. Graag gedaan. En wanneer je ons nodig hebt, dan om hulp. Maak mijn hoge hoed groter. Het is de mooiste hoge hoed ooit. Burgemeester Humdinger, hou hier onmiddellijk mee op. Ha! Als jij een standbeeld van een kip mag hebben, dan mag ik een unieke Humdinger uitsneden van 's werelds beste burgemeester. Ik ha! Ik bel Ryder. Dat is echt heel erg veel steen dat nu allemaal weggehakt is. Rubble heeft gelijk. Die berg is niet stabiel. Belachelijk. Wacht eens even. Waarom hebben mijn standbeeldoren de vorm van kattenoren? Ach, laat ook maar. Ik maak het zelf wel af. Vraag nooit een kitten om burgemeester maar te doen. Ik heb hier geen goed gevoel over. Ik ook niet. Ik haal versterking. Marshall, Chase, Zuma, Rocky, we hebben jullie nodig. Aha, nu is het beeld net zo perfect als ik. Klaar! Oh nee, hij gaat recht op avonturenbaai af. Sky, ik ga deze rollende rots de baai insturen. Zoek een route naar de steiger. De waterwegstraat is vrij. Pak vast, burgemeester. Ik breng u terug. Al dat werk. Nu kunnen alleen de vissen het zien. Als we deze ballonnen hebben opgeblazen, zijn we helemaal klaar voor het feest. Oh, God, wat is hier toch gebeurd? Kijk, tante burgemeester, een vliegende kalkoen. Wat? Ik was snel de Paw Patrol. Hoi, burgemeester. Ryder, Chicoletta is enorm van streek. De springkalkoen is weggevlogen. Weggevlogen? Ik zie het. En ik zie nog wat. Een katje van burgemeester Humdinger. We komen eraan. Geen springkalkoen is te hoog en geen pup is te klein. Ryder, ik zit vlak achter de kalkoen. Super, we komen achter je aan, Sky. Ryder, er zit een ring aan de zijkant van het springkussen. Daar kan ik hem pakken om de kalkoen terug te brengen. Mooi, maar eerst redden we het katje en dan de springkalkoen. Chase, activeer je net. Net! Ryder, kijk! Nog even wachten, Sky. Er zijn nog meer katjes. Dan pak ik nu die vliegende kalkoen. Ruff, haak! Hebbes! Goed werk, Sky. Oké, we gaan. Tijd voor Thanksgiving. Ryder, ik wil je bedanken voor het redden van mijn katjes. Graag gedaan. Wanneer u wegvliegt in een grote kalkoen, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Het gaat om de avonturen bij spelen. Alle medailles zijn verdwenen. Dat klinkt als een groot mysterie. Deze missie vraagt om serieus detectivewerk. Dus ik wil een team met de allerbeste politiepups, geleid door onze expert, Chase. Komt in orde. Paw Patrol is niets te doen. Oh, Ryder, je moet die medailles terugvinden. Rocky, scan de grond hier en zoek naar sporen. Zal ik doen. Hier is geen enkel spoor te zien. Is er bij jou iets te zien, Marshall? Alleen wat bloemblaadjes rond de medaillehouder. Ik heb wat gevonden. Ik denk dat je hierheen moet komen. Kijk daar eens, waar de gouden medaille hoort. Kattenhaar. Maar er zijn geen kattensporen in het zand. Omdat ze iets gebruiken wat woest door de lucht en de blaadjes van de bloemen afhakt. Maar hoe krijgen we die vliegende kittenbandieten te pakken? Ik heb een plan. Ga die medailles pakken.
Stop! Stop in de naam van de poot! Oh. Geef me die medailles! Nee, ze zijn allemaal van mij! Mij, mij! Oh. We moeten burgemeester Handlinger redden! Sky, hou de burgemeester in zicht! Begrepen! Zo te zien vliegt hij richting de cactuskloof! Nu wil ik mijn medailles weer terug. Sorry, burgemeester. Die gaan naar de avonturenbaai spelen. Oh, bedankt, Chase en de Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je medailles verdwijnen, blaf dan om hulp. Alles is goed voorbereid, pups. We gaan echt een fantastische cowboydag vieren morgen. Ja, leuk. Volgens mij is daar iets aan de hand bij de biggen. Hé, ze slaapwandelt. Ik bel maar gauw Paw Patrol. Bedankt, Rubble. Hoe is het met je voet? Beetje modderig, maar verder goed. Ze is hier, Pups. Rubble, pak die hooibalen om haar mee op te vangen. Daar gaat ze! Chase, ze rijdt op Chicoletta en Oscar af! Ik ga al, Ryder! Sky, tijd voor een vliegredding! We moeten haar weghouden van de ramp totdat Sky er is! Chase, klim omhoog! Muurlopers! Burgemeester Goodway, stop! Heb ik iets gemist? Ik had zo'n mooie droom. Oké, welkom op het Paw Patrol reddingskamp. Wow! Sky heeft echt serieus vette spullen. Ze vindt het vast niet erg als ik het even pas. Woef, woef! Vleugels! Helemaal extreem! Dit moet ik met de fans delen. Moet je zien, stuntfans. Deur van Danny X is net als Sky. Oh, dit is niet zo makkelijk als ik dacht. Ha, dat is leuk. Het is een mooie dag om te vliegen. Maar dat is Danny. Ik moet Ryder bellen. Misschien had ik Sky om vlieglessen moeten vragen voor ik haar pak aantrok. Wegwezen! Ik weet niet hoe dit ding werkt. Moet jij niet ergens een nest gaan bouwen of zo? Kijk, daar is Danny. En ik denk dat hij op de vlucht is voor een adelaar. Chase, hou je net paraat. Ik sta klaar om hem te vangen, Ryder. Ik heb die vogel afgeschud in de laatste wolk. Oh nee, dat wordt botsen! Chase, je net! Ruff, net! Joe. En dat was weer een bijzonder Deur van Danny X-avontuur! Sorry dat ik zomaar je vleugels heb geleend, Sky. Dat was een beetje te gedurfd. Zelfs voor mij. Het is al goed, Danny. Ik ben blij dat je in orde bent. De mais is helemaal plukklaar. En daar is Chicoletta wel blij mee. Wat is dat? De plukmachine. Hiermee is het plukwerk zo gepiept. Dit is gewoon pluktastisch. Ik vraag me af of de plukmachine nog meer gewassen kan oogsten. Zou een boel tijd schelen.
Ja, zoals boontjes en koolrapen. Oh, Chicolette is dol op koolrapen. Oh, waar is mijn kleine taskippertje heen gegaan? Flup, flup. Oh. Oh nee. Wat gebeurt er met de plukmachine? Hij slaat op hol. En ik zie mijn kleine Chicolette nergens meer. Dit vraagt om de Paw Patrol. Pluk, pluk. Heb je Chicolette al gevonden, Sky? Nog niet, Ryder, maar ik blijf zoeken. Oh. Kun je zien wat er mis is met de plukkers in de Rocky? Huh? Goed nieuws. Ik zie Chicolette. Slecht nieuws. Ze zit in de plukmachine. Sky, we hebben Chicolette. Ze zit in de plukmachine. Ga meteen. Grijpers. Kijk, Chicolette. Wat dan? Wow. Waar gaat de plukmachine naartoe? Kom maar hier, Chicolette. Ik ken iemand die zo blij zal zijn om jou weer te zien. Oh. Kijk eens, burgemeester. Ze is weer veilig terug. Oh, dank je, Sky. Je bent de beste.